Veel mensen vragen zich af hoe het is om dood te zijn. Je moet weten, het is behoorlijk saai. Zoals een zondagmorgen. Het is een mooie plek om na te denken wat je hebt gedaan. Of misschien nog erger, wat je niet hebt gedaan. Het is een mooie plek omdat je elke hoek van de stad goed kent. Zelfs bij de mensen thuis. Het is een mooie plek waar je andere doden leert kennen. En dat is prima, denk ik. We zijn dus met velen. Zeker met meer dan jullie. Maar maak je daar geen zorgen over. Het liefst zoeken we de meest rustige en lege plekken op. Geloof me, het is daar beter dan onder de levenden. We slapen niet, drinken niet, eten niet. We lopen slechts rond en praten. Zonder dat je het merkt, maar niet altijd. Soms maken we wat geluid. Meestal onbedoeld. We storen jullie alleen als jullie ons storen. Zo simpel is het. Je vraagt je misschien nog steeds af waar wij zijn. Nou, we komen ruimte tekort. Daarom zijn we overal. Op de straat, in parken, huizen, scholen, kantoren. We zijn daar. Met jou. Op dit moment.